What's up guys? Superleuk dat jullie weer kijken. Vandaag is het 31 december 2023. En vandaag neem ik deze video voor je op. Deze video komt pas uit eind september en dit doe ik bewust omdat ik video's vooruit plan, zodat ik kan focussen op mijn eigen business. En vandaag, op de laatste dag van het jaar, in 2023, ga ik je een boek met je doornemen. Je bent zoals je denkt, een volledige kite. Het boek van Michael Pilarczyk waarin twee boeken in één komen. Ik ga je daarin de beste quotes, de beste lessen geven, zodat jij dit boek in principe niet hoeft te lezen, maar ik raad het altijd aan om de guides die ik maak over deze boeken altijd wel te gaan lezen, zodat je daar superveel waarde uit kan halen en de lessen die belangrijk voor jou zijn als persoon, zodat je jezelf kan ontwikkelen. En het eerste boek waar we het over hebben is SMN Think It van James Allen. En het geloven in jezelf is de grootste kracht die je kan hebben. En dat is echt zo, want als je gelooft dat je iets kan, dan kan je het ook. En als je het niet gelooft, dan kan je het uiteindelijk ook niet. En de mens wordt gecreëerd en verwoest door niemand anders dan zichzelf. Dus overal waar je tot nu toe bent, overal moet je zelf verantwoordelijkheid voor nemen in dit leven. Want jij bepaalt de keuzes die je maakt. En dat zouden mensen veel meer moeten doen, in mijn mening. Verantwoordelijkheid nemen in plaats van een schuld geven aan iemand anders. En imagination is more important than knowledge. Je kan wel heel veel kennis hebben. Ik heb hierboven bijna 40 succesboeken staan. Maar het gaat om wat je hier in je mind kan dromen. En if you can dream it up here, you can do it. Dus als je het kan voorstellen in je mind, dan kan je het echt bereiken en niks is gek genoeg. Daarnaast lees ik nu ook dit boek, The Magic of Thinking Big, ook echt een grote aanrader. Misschien dat ik hier ook ooit een guide van maak. Ik lees hem momenteel in het Engels, ik weet niet of er een Nederlandse versie van is, maar dat kan je zelf even checken. Supergoed boek, heb ik in Bali gekocht. En dat leert je echt hoe je ook groot kan denken. Ja, daar gaan 9 van de 10 keer dit soort boeken altijd over. Nou, hoe gedachten uiteindelijk je wereld vormgeven. Ik probeerde mezelf te overwinnen in plaats van bloed. Als je zelf onder controle kan hebben, dan kan je de rest van de wereld in principe ook aan. En om mijn verlangens te veranderen in de plaats om mij heen. Dus uiteindelijk moet je je verlangens kunnen veranderen in iets wat echt is en echt iets wordt. En om het geloof aan te leren dat niets geheel binnen onze macht ligt, behalve onze eigen gedachten. Je hebt op niks controle behalve je eigen gedachten. Maar zodra je die controle wel hebt over jezelf en over je gedachten, dan kan je heel veel bereiken in het leven. En dat is een wijze les die ik je wil meegeven vandaag. Wat gedachten doen met je lichaam? Als je anders kijkt naar de wereld om je heen, zal je zien dat de wereld om je heen ook gaat veranderen. Dus alles draait uiteindelijk om perspectief en hoe je naar dingen kijkt in plaats van de echte situatie. De wil om iets te doen komt vanuit de overtuiging dat je het kan. Als je iets wil gaan doen, dan heb je dus hier al besloten dat je het dus kan. Dus als je iets gaat doen, dan heb je dus die overtuiging en pas dat ook zeker toe in alle dingen die jij doet. Je denkwijze bepaalt uiteindelijk je succes. Er is orde in het universum en niets komt vanzelf. En dromen zijn uiteindelijk de zaadjes van de toekomstige werkelijkheid. Dus als jij dromen hebt, dat betekent dat die dus in de toekomst uit gaan komen. Zolang jij er natuurlijk maar hetgene voor doet wat nodig is. Rust in je hoofd. Het leven van je dromen bevindt je uiteindelijk in je gedachten. En het is aan jou wat je denkt en wat je wordt in het leven. En daarom kan je alles aan wat jij maar wil. Dan gaan we door naar het tweede boek. En dan zijn we met SMN Think It helemaal klaar. In een aantal minuten alweer. Ik wil deze super korte, super valuable voor je houden. Dat je er echt gelijk actiepunt aan hebt. Dan hebben we het over The Science of Getting Rich. En het beste wat je kan doen voor de wereld is de beste versie zijn van jezelf. Dus als je de beste mogelijke versie van jezelf bent, dan kan je ook goede dingen voor je mensheid doen en voor de wereld om je heen. En een mooiere wereld begint uiteindelijk bij jezelf. En daar komt dit verhaal eigenlijk op neer. Wees aandachtig voor het goede en het goede wordt beter. Dus let op de dingen die goed zijn. Focus jij de aandacht op. Want waar je aandacht op richt, dat groeit uiteindelijk. De kracht van gedachten. De wereld is jouw spiegel. Als je erin gelooft, zie je uiteindelijk kansen. Doe je dat niet, dan zie je obstakels. Dit is een hele mooie. Dus als je gelooft, zie je kansen dat je dingen kan bereiken. Maar geloof je het niet, dan zie je dit is moeilijk of dat is moeilijk, et cetera. En ons grootste verlangen inspireert ons om eruit te halen wat erin zit. Om te worden wie we uiteindelijk kunnen zijn. Wilskracht. Geluk en toeval verschijnen vaker op je pad als je exact weet wat je bestemming is. Dus als je weet wat je graag wil, dan komt er inderdaad uiteindelijk geluk wat sommige mensen of toeval op je pad. Het zijn niet de omstandigheden die de kwaliteit van je leven bepalen, maar hoe je omgaat met die omstandigheden. Dus je hebt bijvoorbeeld dingen meegemaakt of hier zit nu in omstandigheden die misschien nou niet optimaal is, maar het is een manier hoe je ermee omgaat in plaats van hoe erg de omstandigheden zijn. Klinkt misschien heel filosofisch, maar zo is het uiteindelijk wel.
Wie langzaam vooruit gaat op de juiste weg, kan veel verder komen dan iemand die zich haast en van het goede pad afdwaalt. Dat is een hele mooie. Het is marathon, het is geen sprint. Heel veel gasten die bij mij komen, die willen altijd snel online geld verdienen. Maar ja, je kan zeker bij mij als je aansluit in de eerste paar weken al winst behalen. Maar het gaat om die long-term visie en lange termijn daar iets uit te halen. Vind je plek. Ontdek wat je gelukkig maakt en richt daar al je aandacht op. Het is de sleutel tot een leven in voorspoed. Zie het licht in anderen alsof er niks aan de hand is. En woorden zijn uiteindelijk de spiegel van de ziel. Dus praat met positieve woorden, dat extreem belangrijk is voor jezelf, maar ook voor de realiteit die je gaat creëren. Durf uiteindelijk ook het leven van je dromen te leven. Het is jouw leven. En ik hoop dat je superveel gehad hebt aan deze 6 minuten video. Bedankt voor het kijken, like en abonneer, want 97% van jullie is nog niet geabonneerd. En ik check jullie weer bij de volgende video. Ciao, ciao.